Eerste duel naar de winterstop voor SV Urk was in Beverwijk tegen Dem. Met hier de eerste kans voor de thuisploeg. Beide ploegen uit de derde divisie waren deze week nog te vinden in Spanje voor een trainingskamp. En nu in het kille Noord-Holland. Vandaag de wedstrijd in de derde divisie. De eerste na de winterstop dus. Fout achterin bij Dem. Nou, profiteer er maar. Lucas Graal. Maar dat lukte dus niet in de beginfase. Hier voor Schraal. Een paar minuten later. De bal voor de goal van de Auke kaptein langs. Hij stond in de goal in plaats van Richard Strijker. Strijker zat op de bank omdat hij bepaalde afspraken in de selectie van Urk niet was nagekomen. Dan weer Dem. En daar is hij dan. Na 16 minuten. Urk had een slordig begin van de wedstrijd. En daar profiteerde Dem van met de 1-0 na een dik kwartier voetballen. En weer een tegenaanval. En wat komt Urk hier goed weg, zeg. De slordigheid daar van Lucas Tol. Ja, Urk was nog niet scherp naar het tripje richting Spanje. Ze waren nog niet bij de les. De Urkers dan maar eens. Jan Ras. Ah, Klaas Romkes, dat moet beter. Ja, dat weet hij zelf ook. Deze Romkes dus. Voor Urk. Dan de tweede helft. In de lucht. De bal via aanvoerder Benny Dunning. En weggewerkt door de thuisploeg. Urk begon beter te voetballen. Met in ieder geval meer strijd in de tweede helft. En dat leverde kans op. Johannes Schrijver. Ras. Nee. Weer Urk. Tol. 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 Nee. En ja, Pieter Brands. En daar is de gelijkmaker. Het harde werken werd beloond met deze treffer van invaller Pieter Brands. En de 1-1 dus. Half uur in de tweede helft. Er zit er dan meer in. Ja, misschien wel. Romkes. Ja, dat moet beter. Als je de wedstrijd in ieder geval wil winnen. Maar Urk ging echt op zoek naar de tweede. De winnende. En Dem zakte weg. Brands. Brands. Op Romkes. En dat moet hem worden. Oh, oh, oh. Tjonge, jonge, jonge. Zo win je de wedstrijd dus niet. En blijft Urk steken op 1-1. Urk werkte hard, maar miste de precisie in het duel in Noord-Holland. Ja, nou ja, ja, dat zijn dan de details. Maar ik bedoel, als je zo voor elkaar door het vuur gaat, dan komen de kansen vanzelf en dan ga je jezelf afmaken. Is dat het belangrijkste wat jullie met elkaar hebben afgesproken, door elkaar met elkaar door het vuur gaan? Zeker, zeker. Dat is toch de mentaliteit die bij Urk hoort voor elke bal strijden. En de 50-50 ballen moeten allemaal voor ons zijn. En ik denk dat wij dat de tweede helft zeker hebben laten zien. Hard werken hoort erbij natuurlijk, maar ja, de precisie en de finishing touch, zeg maar, moeten dan nog wel ingeslepen worden. Ja, net wat ik zeg. Kijk, hard werken, dat begint erbij. En ik denk, als je de tweede helft kijkt en als je die doorzet deze seizoen zelf, dan komt het allemaal goed.